En wat bent u aan het maken? Dit is een sierwerkje wat ik klaar heb. En nu ga ik het glazuren. En dat moet dan straks weer in de oven. Zodat er een... Maar is dat een verplicht onderwerp of een vrij onderwerp? Nee, eigenlijk een vrij onderwerp. Ja? Ja. Maar waarom heeft u dan voor een vaas gekozen? Wordt u jarig? Of, Nee, ik vind het leuk om bloemetjes te maken. En hier zit dan weer een bloem in. Ja. Dus zo hetzelfde als deze. Daar zitten dan ook allemaal weer bloemetjes en blaadjes. Die heeft u ook gemaakt? Ja. Oh. Die is ook in de oven geweest en die gaan we hierna glazuren. Oh ja, daar komt de verf op en dan glazuren. Of... Ja, dan krijg je zo'n mooie glans. Ja. Ja. En heeft dat een naam? Nee, niet echt. Nee? Nee. Dus het is gewoon iets uit de fantasie, om het zo maar te zeggen. Ja. Toch? Ja. En hoe lang bent u bij de kunstkring? Ik denk dat dit mijn vierde keer is dat ik boetseer. De vierde keer? Oh, ja, de vierde cursus. Je zit kort bij de kunstkring op de... Nee, dit is de vierde cursus. Vierde cursus? Die ik doe. Ja. En waarom heeft u voor boetseer gekozen? Oh, ik vind het leuk om met mijn handen bezig te zijn. En zelf dingetjes te bedenken en dan te maken. Want dit is ook de cursus met de meeste deelnemers, hè? Ja. Zou dat niet komen omdat we het allemaal op de kleuterschool geleerd hebben? Ja, we beginnen hier ook altijd met een potje. Net zoals je vroeger op de kleuterschool deed. Ja, ik denk het wel. Ik heb tientallen fruitmandjes gemaakt. Ja. Ja, en ook nog geschilderd. Nou ja, het is ook laagdrempelig, hè. Je kunt net maken wat je wil en het is altijd... En wat je zegt, vooral wat met je handen doen, hè? Ja, ik vind het leuk vormen met klei. Ja.